Land uit zee maken is één ding. Maar als het dan is, dan moet je er ook voor zorgen dat het er blijft liggen. Nou, hier wordt het interessant. Want je moet er natuurlijk 100% zeker van zijn dat duur land als dit, met kraan als die, ook blijft liggen in die superstorm van eens in de 10.000 jaar. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat de kosten niet de pan uitreizen. En om er dan voor te zorgen dat de moeilijkheidsgraad nog wat opgekrikt wordt, heeft natuurlijk Maasvlakte 2 duurzaamheid hoog in het vaandel en moeten dus oude elementen hergebruikt worden waar het kan. Een interessant puzzeltje. Ja, dat is zeker een serieuze puzzel. Dan gaan we die nu even oplossen. De puzzel die ons al eeuwen bezighoudt luidt: hoe beschermen we ons tegen de onvoorstelbare kracht van de zee? Sinds de stormvloed van 1953, die grote delen van Zuidwest-Nederland onder water zette en aan ruim 1800 mensen het leven kostte, hebben we gesleuteld aan de deltawerken. We verhoogden de dijken. En onze ingenieurs bedachten beweegbare stormvloedkeringen zoals de wereldberoemde Maaslandkering in de Maasmond. Uitgangspunt voor onze veiligheid achter de dijken en duinen is dat ze de kracht kunnen weerstaan van een storm die eens per 10.000 jaar voorkomt. Dus ook de bescherming van de nieuwe Maasvlakte moet aan die eis voldoen. Logisch, want we verdienen met dat stukje Nieuw-Nederland een deel van onze boterham. Maar werkt het ook? Zo'n stapel betonblokken aan de voet van een dijk. Volgens mij staat er nu een noordwestenwind, toch? Dit is een noordwestenwind. Dit is degene waar jullie eigenlijk het meest bang voor zijn. De allerhoogste golven die komen uit het noordwesten. Juist. En dat is dus ook de ontwerpstorm waar deze zeewering voor ontworpen is. Dit is nog maar een heel zwak briesje. En waar het natuurlijk echt om gaat, is dat ook tijdens een superstorm onze zeewering bescherming biedt aan Maasvlakte 2. En die ontwerpstorm waar we het dan over hebben, dat is de storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Bij die ontwerpstorm treedt een waterstand op van 5 meter boven gemiddeld waterniveau. Dus dat is nog 2 meter boven deze blok. Oké, dat begrijp ik. Is dat te berekenen allereerst, vraag ik me dan af? Dat is te berekenen. Kijk, in Nederland we hebben we natuurlijk heel veel met de waterbouw. Ja. We hebben heel veel met waterveiligheid. De veiligheid tegen overstroming is natuurlijk super belangrijk. Al die kennis die is natuurlijk ook hier weer gebruikt. Dus die omstandigheden van eens in de 10.000 jaar, wat is dat dan voor de omstandigheid? Ja, die is afgeleid uit metingen, uit modelberekeningen. Dat is vastgesteld. Maar is dat bijvoorbeeld erger dan de storm die we hebben gehad in 1953? Dat is veel erger dan de storm. Oh, veel erger, ja, oké. Okay. En uiteindelijk is deze zeewering, die is ook in schaalmodelonderzoek getest. Dan zijn die golven van eens per 10.000 jaar, die zijn daarop losgelaten. En dan wordt er in het model gekeken van hoeveel blokken vallen eruit? Is dat acceptabel? Als die deze test doorstaat, dan ziet het er goed uit. Ja. Die test hebben ze doorstaan? Die test is doorstaan. Hoe zeker ben je nou van dat het de grote superstorm weer staat? Eigenlijk zijn we daar gewoon zeker van. Ik weet hoe deze dam ontworpen is. Ik weet hoe deze zeewering ontworpen is. Dus als die storm komt, dan ben ik hier. Zit jij even met je stoeltje, een biertje, lekker op je dode gemakje? Ja. Ik denk als die storm ons overkomt, dan zijn we met z'n allen niet blij. Maar ik weet wel dat deze dam zijn mannetje zal staan. De blokken voor de harde zeewering komen van de eerste Maasvlakte. Daar werd de dam gemaakt door simpelweg de blokken van een schip naar beneden te gooien. Nu kijken we eerst welke van die blokken nog goed genoeg zijn om ze vervolgens op een heel andere manier opnieuw te gebruiken.
Je legt ze in de meest effectieve slagorde, zodat ze sterker zijn. Een beetje schuin en met wat ruimte ertussen. Dat breekt de kracht van de golven. Een prachtig plan. Alleen, er bestond nog geen kraan die in staat was zulke zware blokken over zo'n grote afstand zo precies in het water te plaatsen. Die kraan moest nog even worden uitgevonden. Het moment van het ontluiken van dit idee, dat is eigenlijk al een heel oud idee. Maar we worden ook vaak beperkt door de economische mogelijkheden. De omvang van het project moet het ook wel toelaten qua budget om dergelijke stappen te nemen. Het is voorwaar geen goedkope machine. Dit is een modelletje dat heb ik zelf gebouwd. En het mooie ervan is, als je dat zelf kan doen, is dat je ook erg veel inzicht krijgt in de basisprincipes van een dergelijke machine. Dan loop je wel eens ergens tegenaan en dan zeg je, hé, dat lukt helemaal niet. Maar dat is ook iets wat je meeneemt naar de werkelijkheid. En dan zeg je, ja, gaan we toch wel eens even bij die nieuwe machine gaan we dat onderzoeken. En lopen we daar niet ergens tegenaan. En daar hebben we best, heeft dat een aantal zaken opgeleverd die we dus hebben kunnen verwerken in het nieuwe ontwerp. En daar doen we allemaal ons voordeel mee. Die handrem, dat mogen we vanuit gaan dat het anders wordt. Maar er zijn mensen die hebben daar puikoplossingen voor met voortreffelijke installaties. En zeer betrouwbaar en veilig en duurzaam. Het prototype van de nog niet bestaande kraan werd door een inventieve ingenieur gebouwd in zijn eigen schuur. Met een handrem van een oude fiets als voorbode voor de toekomstige bediening van de grijper. En later leidt wekenlang opbouwen tot een unieke verschijning in het nieuwe landschap. De Blockbuster. Het spannende van de kraan is natuurlijk het moment dat je de sleutel omdraait en de motor gaat lopen en hij gaat bewegen. Zo'n unieke kraan bouwen is één ding. Maar je hebt natuurlijk ook mensen nodig die met zo'n gigantisch apparaat kunnen werken. Zij moeten de blokken uiteindelijk in zee plaatsen. Klaas Smits is voorman van de 7 speciaal opgeleide machinisten van de Blockbuster. En voor hem is het natuurlijk ook allemaal nieuw. Maar als er één schaap over de dam is... Nog 20.000 en dan zijn we er. De Blockbuster kan met dezelfde hoeveelheid stenen een 2 keer zo lange dam leggen. Maar waar zou Sebastiaan ondertussen eigenlijk zijn? Niek? Hey, goedemiddag, kom verder. Mag je even bij binnenkomen? Tuurlijk. Is de deur goed dicht? Ja. Zo, oké. Okay. Dit is jouw eigen werkplek. Dit is een mooie werkplek. De Blockbuster waar we nu zitten is een unieke machine, toch? Hier is er maar één van. Wat maakt dit ding uniek? Zijn bereik. Zijn bereik en zijn kracht. Ik bedoel, ik kan op 35 meter uit het hart van de draaikrans... Ja. Pak ik nog een blok op van 45 ton. En daarbij zit dan nog een stuk hijsmateriaal wat er nog bij komt. Dus ik pak 50 ton op 35 meter. Dit is uniek, daarvoor is hij ook echt zo gemaakt dat het bereik van deze kraan... In combinatie met allerlei weersomstandigheden gewoon door kan gaan. Je komt hier zelden of nooit mee in gevaar. Met slecht weer, als de golven hier over de kant heen gaan. Weet je hoe duur die is? Ik heb wel eens iets horen vallen, maar... Zeg eens? Ik heb gehoord van 11 miljoen. Oké. Dus volgens mij zit ik hier in het duurste appartement van Nederland, met dit uitzicht. De allereerste, meest belangrijke functie van het ding was echt te zorgen dat die harde zijwering hier kwam te liggen. Of dat jullie die konden plaatsen, toch? Ja, daar is hij voor ontworpen. Ja. Ja. En dat hebben jullie gedaan met stenen die jullie bij de eerste Maasvlakte deze blokken zijn allemaal al gebruikt in de eerste Maasvlakte. Dus het is een gigantisch werk geweest om die blokken weer terug op de wal te krijgen. En toen zijn ze allemaal gekeurd op gewicht. Of dat er niet al te grote beschadigingen aan zaten. Zaten die er wel aan, dan was het afkeur. En dan mochten ze dus niet verwerkt worden in deze nieuwe dam. Maar als ik kijk naar wat ik weet van de Maasvlakte, toen werd dat al die stenen gewoon hup in het water gezoten flikkerd.
Zolang het dan op een gegeven moment maar boven het water uitstak, dan, jee, dan had je een goede lering. Ja, en nu hebben jullie ze zo, mag ik het zeggen, een beetje schots en schrijven op elkaar gezet ook, hè? Nou, het was eigenlijk wel de bedoeling dat ze recht zouden staan. De meesten staan recht. Oké, alleen raak je daar zenuw? Nee, nee, je raakt geen zenuw, want het is uniek wat er hier vertoond is. Omdat? Die blokken die staan onder een bepaalde hoek. En het fundament van die blokken hebben wij dus ook gebouwd. Want die blokken plaatsen is eigenlijk niet het moeilijkste. Maar het fundament maken om die blokken op te zetten. Ja. Met een breuksteen van 1 tot 10 ton. Die soms zo groot zijn als een luxe auto. Die moet je onder een glad profiel onder water zien te plaatsen. En doordat die blokken niet altijd gelijk zijn. Die breuksteen. Wil zo'n betonnen blok wel eens iets verdraaien. Ja. En ziet er dat uit of sommige er zo ingelegd zijn. Maar dat is absoluut niet het geval. Dus het is allemaal echt goed vastgelegd. En dat is dat absoluut... zeer degelijk. Daar ben ik niet bang voor. Daar gebeurt niks mee. Het grootste gedeelte van de dam zie je niet eens. Ik bedoel, het meeste staat onder water. Er staan 17 rijen en je telt er hier vandaan hooguit een stuk of 6. Ja, ik ben je een beetje trots op, of niet? Ja, ik ben er wel trots op, ja. Ja, hè? Ja, ik vind het leuk. Mooi, man. Wat een werk, hè? Ja. Ja, dat is wel heel veel werk, ja. Nou, shit, man. Dat is goed voor de economie. Ja, dat is zeker. En zij houdt toezicht op wat je doet. Oh, de dame. Ja, om het lentegevoel toch een beetje te hebben. Ja. Hebben wij gelukkig nog een uitvoerder die ons dan voorzien van wat mooie plaatjes. Ja hoor, snel maar weer terug naar het werk. Om Maasvlakte 2 te beschermen is 7 miljoen ton steen nodig. De harde zeewering bestaat uit een blokkendam op een soort stenen duin. Met daarvoor een tapijt stenen op de bodem van de zee. En die stenen moeten precies op de juiste plek worden gestort. Dat is het werk van schipper Jan Spijk op de steenstorter Ham 602. De Ham 602 dat is een zijstenen storter. Wij laden de steen hier in de Yangtzeehaven. Dat wordt gedaan door een transportband of door een kraan. Wij nemen ongeveer een 1800 ton steen mee. Daar varen we mee naar buiten, naar de Maasvlakte 2. En daar storten we de steen als zeewering. Dit steen die komt uit Noorwegen. Daar is een groeve, zeg maar. En die stenen worden opgeladen op een vrij groot schip. En daar wordt het deze kant mee opgebracht. Op 24 uur per dag zijn wij operationeel. We hebben een uitvoerder aan boord. Die krijgt door middel van een survey, zeg maar, waar de stenen precies terecht moeten gaan komen. Wij varen daar naartoe. Wij gaan daar in positie liggen. Op het moment dat wij op het stort aankomen, dan wordt eigenlijk alles... gegeven aan dit apparaat naast mij. Dat is een positioneringssysteem. Daar komt bij, we hebben stromingsmeters aan boord. Dus voordat wij beginnen te storten, wordt eerst de stroom gemeten. Ja, we die kunnen nagaan, als de stenen vallen met een hoop stroom, vallen ze niet recht beneden. Maar dan liggen ze natuurlijk heel erg zat. Er staat natuurlijk een gigantische stroom voor deze kust, meestal een deining. Want het is niet voor niks dat wij daar een zeewering neer moeten leggen. Zo is het maar net. Maar een zeewering is niet altijd van steen. Waar het kan, wordt het woeste water tegengehouden met duinen. En die kun je het beste op een natuurlijke manier een paar handjes helpen. Wij zijn hier bezig om de zachte zeewering te voorzien van een beschermende laag in de vorm van het planten van helmgras. Om dus de zachte zeewering, het duin wat we hier hebben opgespoten, te beschermen tegen afslag en erosie. Nou, de zachte zeewering die loopt van kilometer raai 10 tot en met 3,5. Dus is ongeveer een goede 6,5 kilometer lang. Nou, helmgras dat is een specifiek gras. De meeste grassen die groeien dus horizontaal. En helmgras groeit verticaal en krijgt hele lange wortels. En die wortels die houden het zand bij elkaar. De wortels die kunnen wel tussen de 6 en 12 meter lang worden. Nou, wat we hier achter ons zien is dus een trekker met een vorentrekker. Die trekker die trekt in het aangebrachte zand voren van 20 centimeter diep.
waarin dus het, het helmgras wordt geplant. Nou, dan is dus de bedoeling dat het helmgras zeg maar, gaat aanslaan. En op het moment dat het gaat aanslaan en de wortels gaan groeien, dan gaat het dus de kustlijn beschermen. Over een half jaar gaan we een opname doen, dan gaan we het zogenaamde inboet bekijken. Op het moment dat het aangeslagen is, dan weet je dus dat de wortels zijn ontstaan, zodat het helmgras door kan groeien. En dan keuren we als het ware de zachte zeewering. Wat niet aangeslagen is, dat gaan we dan herplanten. Ondertussen in de Blockbuster. Maar kan ik dit ook? Ja, dit kan jij ook. Als je dat wil, dan mag je het proberen. Ja, natuurlijk, man. Nou, het zit goed. En hijsje is deze hendel naar achterhalen. En nu gaan we zwenken. En zwenken, de hendel naar deze, hendel naar rechts. Dan gaan we naar rechts. Als je nu de hendel loslaat, laten we het los. Dan zul je zien dat hij doorgaat. Dus je moet wel op tijd stoppen en tegen zwenken om te remmen. Ik vind het nu al leuk. Ik vind het leuk dat je het wilde proberen. Ja, nee, ja, ik zal de complimenten overbrengen aan de uitvoerder en dan een keer solliciteren. De Blockbuster heeft behoorlijk wat nachtdiensten moeten draaien om de vertraging in het begin goed te maken. In die periode was Jaap Dekker de verantwoordelijke man. Het is natuurlijk geweldig zoals het uiteindelijk geworden is. Maar dit was voor ons echt het moeilijkste element in het werk. Het stukje waar de grootste risico's in zaten. Het ontwerp zelf was natuurlijk ook een innovatie. En redelijk snel kwamen we erachter dat zich een fenomeen voordeed waar we toch niet op gerekend hadden. Want hoeveel onderzoek je van tevoren ook doet, de praktijk is meestal net even anders. Er bleken zich meer zandduinen op de stenen van de harde zeewering te vormen dan van tevoren was gedacht. En omdat de kwaliteit van het werk bovenaan staat, rest er dan slechts één rigoureuze maatregel. En dat resulteerde erin dat we op dat moment hebben moeten stoppen met het werk, toen we pas begonnen waren met de harde zeewering. Uiteindelijk is daar een ontwerp uitgekomen, een aangepast ontwerp voor de Blokkendam, waarbij we twee blokken meer in het ontwerp hebben gezet. En het zogenaamde gootjesmodel is ontstaan. En daarnaast hebben we een speciaal werktuig toegevoegd aan de uitvoering van het werk. Met waterinjectie, een multicat op dynamic positioning. En die heeft ervoor gezorgd dat de zand wat zich reeds had afgezet op de steenlagen en wat zich nog ging afzetten, dat we dat op een goede manier hebben kunnen verwijderen van de steenlagen. Het betekende wel dat de Blockbuster, daar zouden we oorspronkelijk maar alleen in de dagdienst gaan werken. Dat hebben we moeten opschalen. De Blockbuster heeft uiteindelijk dag en nacht gewerkt hier op de harde zeewering. En uiteindelijk is het eigenlijk heel goed verlopen en binnen de planning. Gelukkig maar. Sebastiaan zoekt met Gijsbert nog even de grenzen op van Maasvlakte 2. Misschien is het leuk om even te laten zien waar precies de grens van het bruikbare land ligt. Ja. En waar de zeewering begint. Want dat is een lijn, daar kan je op staan. En die lijn, die moet blijven staan bij de superstorm. Ja. En die moet niet te nat worden. En aan deze kant is dus het bruikbare haventerrein. En aan deze kant is de zeewering. Dus dat is de kleidijk met daarachter de Blokkendam. Dus dit is, even plat gezegd, dit is de grond waar zal ik het geld mee verdienen. Dit is waar de bedrijfskant staat. Precies. Maar heb je dan ook eisen over, moet dit bij spreken qua gebouwen, qua containers, het ook kunnen houden? Wat we doen als het aangelegd wordt, dan worden zakbaken geplaatst. Ja. En dan kan je dus meten hoeveel zakking er optreedt in de tijd. Ja. En in het begin gaat dat wat snel. Maar na verloop van tijd wordt dat steeds minder. Stel, hè, er is op een gegeven moment inderdaad zo'n enorme superstorm. Hoe hoog is jullie eis dat het water mag staan, maar zodat het werk wel door kan gaan, ja of nee? Tijdens die superstorm komt er over die dijk komt er toch een beetje water. 10 liter per seconde per meter lengte van de dijk. De infrastructuurbundel die moet tijdens die superstorm natuurlijk als evacuatieroute gebruikt worden. Ja. Dus hier is het plus 5,5 meter NAP. Ja. Dat betekent dat er eigenlijk geen water op komt. Er loopt misschien wat water overheen. Maar het blijft droog, het kan gebruikt worden. De haventerreinen die worden op plus 5 aangelegd. Dus daar heb je een halve meter water staan. Even in heel gewoon Nederlands. De kranen die het werk doen, daar mag gewoon de voetjes in het water staan. Precies. Deze weg moet droog zijn. Die moet droog zijn. Je moet er alle tijden kunnen evacueren.
En door al die maatregelen is Maasvlakte 2 een blijvertje. Gewoon een grote zandbak midden in de zee. Puzzeltje opgelost. Misschien een goed idee om dan volgende week een samenvatting te geven van hoe je nieuw land aankleedt. Met wegen, havens en spoorlijnen. Bijvoorbeeld. Heel goed. Tot dan. Tot dan.